Motomi wordt mogelijk gemaakt door donaties van de volgende merken. Merken die geloven in de lol en beleving van het motorrijden. Dat is Motomi. Zo, daar zijn we weer. En we hebben de afgelopen twee weken natuurlijk uitermate goed besteed, Joost. Want jij hebt een Honda getest. Ja, de NC750X, de nieuwe in DCT-uitvoering in Zuid-Spanje. Precies. En we hebben een Suzuki GSX S1000 in de uitzending. En die hebben we al een keer eerder gehad. Toen hebben we op de rollenbank gezet. En toen bleek dat hij al meer pk's had dan er in de folder stonden. Kan je wel zeggen. Maar nu hebben we ook nog eens een keertje meester technicus Mark Hoege erop afgestuurd. Nou, verbluffend resultaat, ja. Ik ben benieuwd wat dat is geworden. En ik ben naar Zuid-Frankrijk afgereisd om de Harley-Davidson Roadster en de Lowrider S te testen tijdens de persintroductie. Precies. En daar gaan we maar eens mee beginnen. Nieuwe Harleys. Waar introduceer je die? Nou, in ons geval in Zuid-Frankrijk. Marseille om precies te zijn. En de introductie begint voor ons met de lokale Harley-dealer. Met een reeds onthulde Lowrider S en een volkomen nieuw Dark Custom model onder een doek. Waaronder vandaan, tadaa, de nieuwe Harley-Davidson Roadster tevoorschijn kwam. Even bewonderen deze sportief ogende fiets, hapje en drankje doen en je nest in. Want de volgende dag staat uiteraard in het teken van rijden. Van Marseille naar Saint-Tropez. Nou, het feestje gaat beginnen. Een dark custom introductie van Harley-Davidson. En voor de verandering zijn we eens niet in Spanje, want daar gaan we heel vaak heen. Nee, we zijn in Frankrijk. Dat is ook wel eens leuk. En we gaan rijden met eigenlijk twee nieuwe Harley-Davidsons. Deze Roadster, daar ga ik op beginnen. En we hebben ook nog de Lowrider S. Nou, we gaan een hele mooie trip maken van Marseille naar Saint-Tropez en weer terug. En we hebben ruim de tijd om al die fietsen te wisselen. Noem maar op. Dus ga uitzoeken tot op de bodem hoe deze machines rijden. Deze Dark Customs. Zo, starten dus in het prachtige Marseille, midden in de stad. De route via het binnenland van Marseille naar Saint-Tropez leidt je langs prachtige hoge vergezichten, bossen, lange snelle bochten, korte hairpins, kortom, voer voor motorrijders. En doet de Roadster lekker mee? Absoluut. Wat direct opvalt als je op dit model stapt is de zithouding. Deze is door het laaggeplaatste stuur behoorlijk sportief. Je hebt het idee lekker plat op de motor te liggen en je hebt een verrassend goed gevoel van controle op deze motor. Al moet je soms net wat meer tegen het stuur duwen om met hogere snelheid de bocht in te leggen. Dan zit je overigens ook al dik met je steps op de grond en voel je je voeten omhoog komen. Ik betwijfel of de vele HD-fans dit vaak zullen opzoeken. Maar het kan dus wel. En lijnen rijden doet hij prima. Als je eenmaal vertrouwd bent met deze Roadster. Het blok doet hierbij lekker mee. Met een mooie loop, geen dips en dankzij de toch 97 Nm koppel een zeer goede trekkracht. Al had hij onderin net iets meer kapauw mogen hebben, om even in Batman-termen te blijven. Dat had hem misschien nog sportiever gemaakt. Als je tenminste op zoek bent naar een sportieve motor uit Milwaukee. De ingrediënten zijn er in ieder geval. Het karakteristieke geluid van deze motor is standaard in ieder geval al lekker. Al zullen de meeste Harley-rijders meteen een vervangingsuitlaat laten monteren. Omdat ze dat, nou eenmaal doen. Dat lost misschien die kapauw-kwestie ook meteen op. Verder remmen goed en comfort prima, ondanks of juist door de actieve zithouding. En weinig trillingen. Iets wat mij en ook de donkere heer uit Gotham City wel kon behagen. I am the Dark Knight. Give me a dark custom. Maar het is natuurlijk fantastisch sturen tussen Marseille en Saint-Tropez. Door de bergen heen, over de toppen heen. Het is eigenlijk alleen maar hairpins draaien. En ja, gewoon snelle bochten, lange bochten, alles zit erin. En wat komt het dan goed uit dat deze Roadster zo'n sportieve zithouding hebt. Dat stuur, dat iets lagere stuur, dat geeft je echt het gevoel alsof je bovenop je voorwiel zit. En daardoor hebben we eindelijk ineens een Harley waar je echt sportief mee kan rijden. Het is gewoon echt een heel leuk model. Die lijn ook, het is eigenlijk een beetje een ode aan de klassieke racemotoren van de jaren 50, 60. De eerste sportsters, zeg maar. Daar is een hommage aan. Dat zie je ook goed. Je kan je er goed mee vertonen. Maar het is dus niet alleen looks, want hij doet het ook hartstikke goed. Grondspeling bij deze motorfiets als je rijdt, ja, die laat natuurlijk altijd wat te wensen over bij Harley, want de packs staan toch vrij wijd uit. En je merkt toch dat je zo snel aan de grond rijdt. Maar goed, er zit een lange heldenknop op, dus je komt een heel end. Eén dingetje heb ik wel te piepen. De footpacks, die staan eigenlijk op een plek waar je altijd je been neer wil zetten als je gaat manoeuvreren, hè, als je stilstaat. Dat is het enige nadeel, dat je inderdaad een beetje moet zoeken om je been hier af en toe heen te krijgen. Dat vond ik een minpuntje.
Wat ik ook nog even wilde zeggen, karakter. Als je gewoon stilstaat met deze motorfiets, dan voel je echt, ja, echt die klassieke Harley V-twin, voel je gewoon schudden en trillen en heeft die echt heel veel karakter. Wat dan opvalt, is dat we zoveel jaren ontwikkeling intussen hebben gehad. En als je dan gaat rijden, dan merk je eigenlijk dat dat hele ruwe en een beetje wegvalt. Het is gewoon wel een hele clean ride. Het is gewoon smooth rijden. Dat is echt heel leuk, want je hebt dus het beste van beide. Je hebt het karakter, zeker onderin. Je hebt het goede geluid van Harley. En intussen, als je echt gaat rijden, als je echt gaat cruisen, dan wordt hij eigenlijk gewoon stil. Je hebt geen last van jeukende handen, voeten, helemaal niks. Hij wordt gewoon rustig. Top! Lux, daar draait het natuurlijk ook om bij de Dark Custom lijn van Harley Davidson. Want het publiek voor deze motorfietsen is vaak iets actiever en jonger. De uitstraling van de Roadsters is zeker in lijn met wat er momenteel populair is in de markt. Café racers, modern classics, noem het maar op. Dus doet Harley Davidson hiermee lekker mee met de trend? Nee, natuurlijk niet. Harley heeft dit type motoren al tijden in het gamma. Ze zetten de modellijn dus gewoon voort. Hoorde ik hier vooruitziende blik? Maar goed, minimalistisch, stylish, goede kleurstellingen, verder een riemaandrijving en dubbele schijf aan de voorkant. Geen rocket science, wel hypermodern en kwalitatief hoogstaand. Dan switchen we naar de tweede motorfiets die mee mocht naar de introductie, de Lowrider S. Een heel ander type machine dan de Roadster. Totaal ander uiterlijk, geen vergelijkbare zithouding, maar na even wennen toch wel weer bijzonder comfortabel te noemen. En wat krijg je als je een Dynaframe, een Screaming Eagle 110 1800 cc motorblok en een Heavy Breather combineert met dit uiterlijk? Jawel, een hoop lol. Want dit blok is echt te gek onder een Harley. 156 Nm koppel. Weliswaar op een 305 kilo zware motorfiets, maar toch. Je blijft je verbazen over hoe soepel dit motorblok loopt. En hoe snel je de gaten die kunnen ontstaan tijdens zo'n rit weer dichtrijdt. En al zit je niet in een supersportieve houding, de motor laat licht sturen in de bochten makkelijk toe. Al ben je redelijk gelimiteerd door de grondspeling. Dan maar de heldenknoppen wat vaker vervangen. Wel valt op dat de remmen iets minder zijn dan die van de Roadster. Op de Lowrider kunnen ze net wat meer bite gebruiken. Al is stoppen het laatste wat je wil als je eenmaal met deze motor aan het stoeien bent. Oké, eindpunt van de eigenlijk tweede dag. Saint-Tropez. En de rit hierheen was echt waanzinnig. Zoveel bochten achter elkaar. Zuid-Frankrijk is wat dat betreft echt gewoon een aanrader om te rijden. Ik heb ook op de Lowrider S gereden. Dat is een totaal andere motorfiets in ieder geval dan de Roadster. Want sowieso het blok is heel anders. Hier zit de Screaming Eagle 110 cubic inch onder. Oftewel 1800 cc motorblok. En die loopt echt heel wild. Die loopt echt als een dolle, want die heeft gewoon ja, veel meer power. Hij pakt goed op, hij is snel, dus het is ja, je zit wel een beetje op een snelheidsmonster, kun je wel zeggen. Het geluid is ook ja, verschrikkelijk mooi van die Screaming Eagle, dus dat is helemaal voor elkaar. Nadelen, ja, ik kan wel weer over grondspeling beginnen, maar dat is eigenlijk alleen maar een probleem als je net zo doorjakkert als wij journalisten af en toe doen. Als je gewoon inderdaad een goede rit wil hebben en gewoon een motor onder willen met lekker koppel en power, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Maar ga je er echt mee jagen, nou, dan rij je gewoon, zo ontploft iets ongeveer. Dan rij je gewoon met die steps aan de grond. Maar goed, ook geen enkel probleem. Visueel is het natuurlijk een hele mooie motor om te zien, deze Lowrider S. Fantastisch model, zeker met die luchthapper hier aan de zijkant. Dat maakt hem wel helemaal af. Heel sportief. Enige minpuntje wat ik qua design kan ontdekken is dat je eigenlijk de hele tijd hier achter dit, ja, bijna bikini topje, gewoon tegen een plastic plaatje aan zit te kijken. Dat is nou net jammer. Dat had eigenlijk wel gewoon een soort, ja, misschien had de RPM-meter daar moeten zitten. Misschien niet iets te modern, een kit-like display. Maar goed, ja, dit is ook maar zo'n plastic plaatje. Nou, rest me eigenlijk af te sluiten met, we zitten in Saint-Tropez. We zitten in een mooi hotel, dus ik ga aan het bier. Ik vind dat ik het verdiend heb. Return to the Batcave. En wat voor Batcave. In ieder geval geen vliermuis op de kamer, gok ik. Maar het avondgedeelte zullen we jullie besparen. Dag 3 en we gaan weer een lekker stukje rijden. En ik heb gekozen voor een ander vervoer, want echt die Harley is helemaal zat. Echt, ik ga gewoon met de toektoek. Nee, natuurlijk. Blijven wel Harley's vandaag. Ik denk dat ik ga starten op de Lowrider S. Dag 3 begint inderdaad op de Lowrider, maar staat uiteraard in het teken van een hoop gewissel. Want beide motorfietsen hebben zo hun eigen karakter. Eerst maar even de boel volgooien. Ons heeft een nieuwe carrière gevonden hier. Via de kust terug van Saint-Tropez naar Marseille. Wat een straf. Wel een hoop verkeer.
Maar de weg kronkelt lekker via de vele kustdorpjes die we tegenkomen. Maar even genieten dus van deze laatste dag. Niet op de minste plaats op onze koffieshop aan het strand. Wanneer komen we weer terug? Zo, 2 dagen dik doorsturen hier in het zuiden van Frankrijk. En wat hou je daar dan aan over als beleving over deze 2 motoren? Nou, het zijn allebei, sowieso qua looks, hele mooie toevoegingen aan de Dark Custom familie, zeg maar. Ja, technisch. Het is een beetje een keuze. Ze zijn allebei technisch gewoon hartstikke goed. De 1200 is gewoon wat gemoedelijker. En deze Screaming Eagle 110, nou, ik vind het wel een blok om verliefd op te worden, hoor. Die heeft echt gewoon de rust en de power die je gewoon graag wil hebben. Dus een mooie combi zou zijn, ook qua rij-eigenschappen. Want die zit natuurlijk wat meer racy. Zet dit blok onder die machine. Nou, we hebben het al even over de steps gehad. Daar zijn ze overigens bij Harley al mee bezig. Om in ieder geval te kijken of daar een modificatie voor is. Om die steps... Kijk, dat zijn de geluiden. Om die steps in ieder geval iets naar achter te krijgen, zodat ze niet in de weg zitten. Ja, dan is het eigenlijk ook wel een hele mooie fiets voor ja, die 14.500. Deze is tegen de 20, dus daar moet je alweer wat meer geld meebrengen. Maar ja, ook wel een fantastische stuurfiets. Moeilijke keuze, inderdaad. Die machine met dat blok. We staan dus bij Houget Suzuki Performance. Performance, dat klinkt als opvoeren en opvoeren is goed. Maar tegelijkertijd denk ik dan ook een klein beetje aan mannen met armen als kabelbomen die met dikke raspen inlaatkanalen staan te bewerken of met mokers, zuiger in big bore kits staan te mappen tot de hele bende weer ontploft, zodat ze weer opnieuw kunnen beginnen. Nou, dat is hier eigenlijk helemaal niet het geval. Het ziet er wel, wel netjes uit eigenlijk. Maar waar we voor gekomen zijn, dat is deze. Het ziet eruit als een gewone GSX S1000, maar vergis je niet. Nou, klopt niet echt standaard deze brommer. Maar voordat we ons verder gaan misdragen, laten we de hoofdschuldige voor dit apparaat eens aan een verhoor onderwerpen. Marc Houget, met zijn jarenlange ervaring in de racerij. Maar evenzeer Suzuki-exclusief dealer voor het vervangen van een kettingset van je Van, V-Strom, noem maar op. Zo Marc, vertel eens even over het ontstaan van je tuningsactiviteiten. Ik ben 1990 begonnen als monteur bij Wilco Zeelenberg. Wel bekend natuurlijk in de wereld. Daarna gesolliciteerd bij Team Roberts, de Kenny Roberts senior. En uiteindelijk aangenomen en daar 4 jaar voor gewerkt. Met diverse coureurs, Daryl Beattie, Norik Abe, Cadalora, Jean-Michel Beel. Allemaal redelijk veel grootheden, Randy Memela. En daarna, na die 4 jaar, uiteindelijk een tussenjaar gehad met Simon Crafer. Waarna ik eigenlijk gevraagd ben bij Suzuki MotoGP Team. Om het hele team te komen versterken. Er was een nieuwe wind gewaaid zeg maar, door het team. Kenny Roberts Jr. werd aangetrokken om te laten zien dat hij hetzelfde kon als Kevin Swans. En binnen 2 jaar is dat ook gelukt. Dus wereldkampioen in 2000 geworden. En uiteindelijk in eind 2004 of begin 2004 gestopt zeg maar, in de MotoGP. Klinkt als een droombaan, maar waarom zou je die willen opzeggen? Ja, 200 dagen per jaar weg is gewoon heel veel. En het reizen was fantastisch. Ontzettend veel gezien van de wereld. Maar op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. Dus toen weer huisje, boompje, beestje? Uiteindelijk ben ik eerst voor mijn eigen begonnen. Want ik wilde mijn eigen bedrijf opstarten. En met Suzuki uiteraard. Dus de link met Suzuki Nederland was er al. En uiteindelijk was dat heel snel voor elkaar gebracht. Alleen op dat moment was er qua Suzuki binnen Nederland niet zo heel veel op racegebied. Dus nou ja, daar zag ik in ieder geval wel de mogelijkheid om daar wat in te gaan betekenen. Dat kreeg een redelijk grote stroomversnelling. Want uiteindelijk, voordat ik het wist, hadden we een WK Supersportteam met Barry Veneman. En dat ging aardig goed.
Uiteindelijk hebben we daar heel veel mooie dingen kunnen laten zien. Alles wat we gedaan hebben, hebben we in huis gedaan. Dus dat is zeker iets om trots op te zijn. Zeker met het team wat we hadden, was echt een heel sterk team. De jongens die ik nu nog spreek, die beamen dat nog steeds. Mooi, dus geen GP-ambities meer, maar wat kwam er voor in de plaats? Mijn ambitie ligt in motorsport in zijn algemeenheid. Dat betekent verkoop natuurlijk, reparatie, onderhoud in de zaak. Maar daar hoort natuurlijk racing ook bij. Want uiteindelijk komen mensen hier voor een bepaald doel. En je kan alleen maar op niveau blijven als je ook in alle takken vertegenwoordigd blijft. Even tussendoor, hoe zie jij de huidige verrichtingen van Suzuki en de MotoGP? Het is fantastisch wat ze nu doen. Ik vind het een hele verstandige beslissing die ze gemaakt hebben om zich destijds terug te trekken en zich te focussen op een nieuw concept met een totaal nieuw verhaal. Dat was gewoon hard nodig, want je kan niet tijdens het seizoen kun je niet die vertaalslag gaan maken en de inhaalslag. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Ik denk dat ze heel goed laten zien op dit moment de weg die ze ingeslagen zijn, dat heel goed werkt. En je kunt gewoon nu zien dat ze kloppen aan de deur bij het podium. Oké, nu de GSX-S in jouw Special R Edition. Waarom heb je die gemaakt? Het feit dat ze met die Suzuki kwamen is heel positief, is heel goed. En uiteindelijk ben ik de man die graag een keer wat aparts doet. En ik zeg altijd, als je achterover in je stoel blijft leunen, dan gebeurt er natuurlijk nooit niks. En ik denk dat een beetje de insteek ook van die S is dat er heel veel mensen die van een GSX-R afkomen, die willen wel naar een fiets met wat meer comfort. Maar ze willen nooit niet inleveren op pk's. Los van het feit dat je het wel of niet nodig hebt. En daar zag ik in ieder geval een puntje van, nou, daar kunnen we wel wat in betekenen. Los van het feit dat we natuurlijk als zaak zijnde en als Suzuki specialist op zijn tijd iets moeten kunnen laten zien wat de aandacht vestigt en waar mensen voor warm lopen. En dat hebben we met die GSX-S gedaan. Goed, even to the point. Wat zijn de aanpassingen die je gedaan hebt? We hebben een aanpassing in de uitlaat gemaakt. Dat houdt in dat er slip-on Yoshimura demper op zit. Maar we hebben wel bewust gekozen om de uitlaatklep erin te laten zitten. Om de dood eenvoudige reden dat die uitlaatklep en voor het geluid belangrijk is. En voor de initial power, zeg maar, in het koppelgebied. Daarnaast wordt de blok eronder uitgehaald en maken we een aanpassing aan de slinderkop en een andere koppakking. En in combinatie met de elektronica om de juiste luchtbrandstof te krijgen, hebben we het heel compleet gemaakt. Maar alles is met behoud van 3 jaar fabrieksgarantie? Geen probleem. Alles wat wij maken, geven wij garantie op. Net zo goed als van de fabriek. Maar blijft dan de Suzuki fabrieksgarantie van 3 jaar erop zitten? Die blijft er sowieso op zitten. Okay. En alles wat wij doen, staan wij garant voor. Nou, als er dan toch garantie op zit, op de banken mee! Kun je mee thuiskomen. 171 pk aan het achterwiel maakt circa 185 pk aan de krukas. Zo'n 40 pk meer dan Suzuki officieel bij de standaardversie opgeeft. Belangrijker nog is de extra 16 Nm bij 6000 toeren. In ieder geval is hij over de hele linie veel, veel krachtiger. En de golven in de lijnen zijn nog op te vullen, maar dan praat je over vervanging van de nokkenassen. Een nogal rigoureuze ingreep. Zeg Mark, ik durf het eigenlijk niet te vragen. Durf je het aan? Kanonnen, wat een zinvol geweld komt er uit dit ding. Met zo'n pakhuis aan kracht aan boord zou Kevin Schwantz nog wel een paar keer fluitend wereldkampioen zijn geworden. Zomaar een GSX-S met een andere knalpijp, zou je in het voorbijgaan zeggen. Maar schijn bedriegt. Het complete Yoshimura R11 systeem heeft ook een katalysatorvervanger voor een betere doorstroom. En de DB-killer houdt Huguet liever erin, dan loopt hij beter dan zonder. Maar verder zie je niks aparts aan de Huguet Special. Oh ja, bezit je al een standaard GSX-S, dan kun je hem motorisch tot Huguet R-editie laten ombouwen voor een acceptabele €2.225.
Zelden was een hartverzakking zo voordelig. Wegrijden vanuit stilstand in de zesde versnelling kan nog steeds, maar geef je hem van Jetje, dan heb je je handen vol aan dit krachthonk. Goddank blijft het rijwielgedeelte onverzettelijk, of het voorwiel nu op het asfalt staat of erboven. Hola, nog vragen? Alsof 156 pk nog niet genoeg was. Nee, dit is even de overtreffende trap. Niet alleen qua topvermogen, maar topvermogen in de derde versnelling. Dan hang je al helemaal als een vlag aan dat ding. En kan je hem al bijna niet meer bijbenen. Zeker niet in een klein land als Nederland. Maar het is vooral, het middengebied is gewoon helemaal opgefrist. Gelijk, hup. En hij knalt er vandoor gewoon, wat die vorige, ja, waar hij dan een beetje vlak in is. Verder wat behouden is gebleven, is natuurlijk zijn de makkelijke rij-eigenschappen. Stuurt vanuit de heupen, gaat heel makkelijk. Goede remmen. Je zit heerlijk. Al met al, deze kost 15,3 mil. En de Europeanen, die dan allemaal veel duurder zijn en ongeveer een soortgelijk vermogen leveren, of wat eronder zit eigenlijk, die gaan hier nog wel eens last van hebben. Zo, jeez, wat een ding. Maar weet je wat de ellende is met dit ding? Het is zo verslavend allemaal. En zie jezelf maar eens een keertje te gedragen. Honda's NC heeft in een paar jaar tijd een enorm goede reputatie opgebouwd. Een reputatie van extreme zuinigheid, makkelijke rij-eigenschappen, mooi koppel onderuit, dus makkelijk rijdbaar, grote kofferbak, dus al met al ideale motorfiets voor woon-werk. Nou, voor dit modeljaar is de 7,5 een beetje, op alle details, een beetje aangepast, een beetje aangescherpt, een beetje chiquer gemaakt, een beetje beter gemaakt. Dus nog beter voor woon-werk. Maar wat doen we dan hier in Spanje? We gaan kijken of er ook nog een beetje leuk toeristisch mee te rijden is. Dus puur voor je plezier. Zonder woon-werkverplichting. Waar is mijn helm eigenlijk? Helm! Het zuiden van Spanje, zomaar ergens tussen Granada en Sevilla. Een desolaat gebied op de landkaart en in werkelijkheid. Maar oh, zo'n schitterend gebied om rond te dolen, te sturen en ongestoord uren of rood te rijden. Om nog extra te onthaasten en mijn linkerhand en voet werkeloos te houden, heb ik de DCT-versie van Honda geconfiskeerd. Ook is de NC57X verkrijgbaar met conventionele voetschakeling, koppeling en zesbak, wat je nog eens €700 scheelt. Oké, koffie! Een mooie gelegenheid om met een dubbele café solo in de hand de machine eens beter te bekijken. En moet je zien, een hartstikke knappe motor. Een heel verschil dus met de NC700X. Ook in detail is hij aangepakt met onder andere LED-verlichting, maar over het geheel oogt hij stukken frisser dan de grijze duif van weleer. Van 54 pk word je niet gillend wakker, maar kracht vanaf stationair is royaal voorradig. Trillingen zijn er nauwelijks. En het geluid? Nou, vriendelijk, verantwoord. De enkele schijf vertraagt naar behoren, ook als het hard gaat. En van turbulenties bij hoge snelheid heb je geen last door de gleuf in de ruit. De afwerking van het geheel is volledig des Honda's en het schijnsel van de toerentellerbalk is in kleur te wijzigen naar gelang de rijmodus, zodat je geen leesbril nodig hebt om het af te lezen. En ja, een hoogst noodzakelijke handrem, zodat hij op een schuine helling niet zelfstandig vooruit rolt en crasht. Het zadel is pittig hard, maar ruimte voor een passagier is er ruimschoots. Door de bagageruimte voor je is de tankdop naar achteren verplaatst. Niet dat de Twin iets verbruikt. 1 op 30, dat is best mogelijk. Kijk, deze kofferbak, dat is voor mij eigenlijk al een aankoopargument op zich. Dus kijk, er gaat al bijna een helm in. Ik zeg bijna, want je ziet, het is die klep op die helm die het gewoon een beetje verstiert. Maar voor de rest zou het kunnen passen. En weet je, ik kan er nog zoveel in kwijt, man. Moet kijken, het is een ruimte, daar word je werkelijk helemaal niet goed van. Echt fantastisch. Op de machine met Bridgestones lijkt het stuurgedrag aan je brein vergroeid en eet het supervriendelijke motorblok uit je rechterhand. En je kunt nog opschieten ook. De automaat heeft 3 verstelbare sportstanden die ook effect hebben op de remmende werking. In de manuele stand kun je sportief flipperen, de automatische toerstand, de D-stand, kun je beter vergeten.
Die zakte diep in het toerenbereik om fijn te kunnen rijden. Zo meneer, we gaan dus crossen. Nou, we gaan voorzichtig off the road en wat geitenparaden verkennen. En daar is Spanje vergeven van. Natuurlijk is de NC geen adventure puur sang. Maar zolang je niet verzeild raakt in de westelijke Sahara, valt er nog flink veel plezier te maken over ongebaande paden. Juist het vooroordeel dat de NC gemaakt zou zijn voor lullig woon werken, maakt de charme om serieus offroad te gaan tot in de verste uithoeken alleen maar groter. Hij kan het namelijk best. Niets is zo mooi om in deze gecontroleerde digitale tijden gewoon naar avontuurlijk inzicht, dus zonder enige vorm van navigatie, compleet te verdwalen. Dan openbaart de NC57X zich als een degelijke klimgeit waar je plotseling zomaar een gehucht als El Cañuelo mee binnenrijdt. Dan ben je daar tenminste ook nog eens geweest in je leven. En you meet the nicest people on a Honda? Nou, nu even niet. Siesta, weet je nog? Nee, dus zo'n NC57X, dat zou dus gewoon eigenlijk louter geschikt zijn voor een dagelijks retourtje Zoetermeer-Almere. Ja, moula, moet je eens kijken hoe dat ding mooi staat te zijn hier in deze ambiance. Alsof je niet in Spanje kunt rijden met deze motorfiets. En ook nog eens een keertje met plezier. Ik moet wel zeggen, de dag begon een beetje raar eigenlijk. Gewoon, want hij stuurde niet helemaal secuur. Beetje nerveus. En terwijl dit juist een motorfiets is die uit de hand moet eten. Waar je gewoon heel soepel, heel neutraal mee kunt sturen. En dat deed hij niet. Nou, een beetje met de vering zitten klootviolen. De Bridgestones versie geprobeerd in plaats van de Dunlop. En hij gaat gewoon wel makkelijk. Dus nou, in ieder geval pak van mijn hart. Want je kan je niet voorstellen dat zo'n motorfiets ongemakkelijk stuurt. Dat moet gewoon kloppen bij deze motorfiets. Want het blok namelijk sluit er perfect bij aan. Gewoon die power van onderuit. Ik bedoel geen temperament natuurlijk. Maar pakt mooi op. Het is precies die bruikbare power waar je gewoon, ja, gewoon heel veel plezier aan beleeft. Verder, windbescherming echt goed. Terwijl ik de hele dag met zo'n rare klep heb gereden natuurlijk. Geen turbulenties. En best wel stil. Comfort. Goed, maar er is iets raars aan de hand eigenlijk. Want als je dit hier, het steekt een beetje uit. Dit gedeelte. En dat voelde ik vanochtend al toen ik er voor het eerst op ging zitten. Hij prikt een beetje in mijn benen, waardoor mijn benen eigenlijk niet helemaal mooi aansluiten. Nou goed, detail, maar ja, weet je, ik denk van raar, het moet beter kunnen. Met alleen maar een rechter wijsvinger en duim kun je soepeltjes gassen, met één vingertje laat hij zich remmen. Met Bridgestones om de velgen laat de NC zich makkelijk vanuit de heupen sturen, terwijl je ontspannen zittend aan het rondkoekeloeren bent. Nog even en de NC57X heeft helemaal geen rijder meer aan boord nodig om vlot of toeristisch aan de rol te gaan. Met je linkerhand in de broekzak en je linkerbeen in het gips kun je de NC met DCT-bak nog uiterst vloeiend sturen. Het systeem wordt met het modeljaar wordt het beter. In het begin zat er nog heel veel vertraging in de eerste versie. Nu, weet je kunt gewoon perfect met die sportknoppen en die sportstanden werkt het steeds en steeds beter. Er zit steeds minder vertraging in. Tegelijkertijd, ik zou er niet voor opteren voor deze versie. Want de enige die weet wanneer je echt moet schakelen, dat ben je zelf natuurlijk. Toch? Verder nog iets te piepen? Nee, want we staan hier gewoon in Spanje. Met een NC57 waarvan gezegd wordt, joh, dat is een saaie motor. Nou, nogmaals, moula. Want je kunt er niet alleen lekker mee rijden in Spanje, maar ook naar Spanje. Maar als we er nu toch zijn, laten we er nog even van profiteren. Voor een ton genieten op een machine van 9 mil. Zonder DCT, €8.300. En dit was MotoMe voor deze week. Over 2 weken zijn we er weer met de laatste aflevering van het voorjaar. En kijken, want in deze aflevering maken we de prijswinnaars van de Arai Helmenactie bekend. Tot over 2 weken.